voetbalfits. We zijn vandaag aan tafel met dames eindelijk weer. En nieuwe mensen allemaal hieromheen. En publiek, ook wat ouder publiek. Nou, het wordt een hartstikke leuke aflevering, denk ik. We beginnen eerst met jou, Sydney. Ja. Waar ben jij al die tijd geweest? Ja, ik had training op maandag. Oh. Dus ik kon gewoon niet. Dan kan je niet af en toe een beetje gewoon even zeggen van... Nee. Hey, kan dat niet? Nee, dat wil ik niet. Hoe belangrijk vind jij het om te voetballen? Nou ja, het is toch groot om te bewegen. Ja, zeker. Dus ja, ik vind het gewoon ook leuk om te doen. Ik ben trouwens naar een wedstrijd van jou geweest. En ja. toen stond het 11-0 voor jullie. Ja, zoiets. Doe je dan nog iets als keeper? Want je bent keeper. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee, ja, pas zaterdag dan, toen hebben we ook best wel veel gewonnen, 0-6. Alleen toen heb ik wel veel moeten doen in de tweede helft. Maar wel de 0 gehouden. Dus. Nou, als je een keer een wedstrijd hebt waar je wel veel te doen hebt, dan kom ik wel nog een keer langs. Want wij hebben ook echt beelden gemaakt van jouw wedstrijd, maar dat was echt saai. Ja. Misschien dat ik nog wat inplak, want dan zie je alleen maar je stad even stil. Ja, klopt. Dus, naast jou zit Sven, stel je even voor. Ik ben Sven, ik ben 14 jaar, ik kom uit Katwijk. Ik voetbal bij VV Katwijk in de JO 15-2. Ah, oké. Okay. Is dat selectie? Niet meer. Niet meer. Nee. En ik heb jou al eerder gesproken en toen zei je, ik vind het niet meer zo leuk. Nee, klopt. Kan je dat uitleggen? Ja, ik weet het. Het wordt gewoon minder leuk. Kan je het een beetje uitleggen, wat je voelt? Nee? Ah, oké. Okay, ja. Misschien handig dat je misschien iets zegt. Ruben, jij bent er ook weer. Ja. Ja, jij mocht een tijdje niet komen, want ze had voor mij dat jij thuis een beetje mot, of niet? Ja. Oh, wat had je nou weer gedaan? Dat je broertje zusje gepest. Oh, goed of geplaagd. Nou, geplaagd meer. Oh, okay. Dit was wel echt pest hoor. Ja, was je erbij? Ik was erbij. Oh. Dit is pesten. Oh. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Nou, dit is gewoon echt pesten. Oh, oké. Okay. Meer mag ik niet zeggen. Oké, okay. Hey, ik dacht jij bent de kleinste hier. Ik dacht jij bent echt wel de liefste en de aardigste. Maar jij kan dus ook wel pesten. Ja. Ah. Oké. Okay. Dan hebben we hier een. Julia. Ja. Vertel, wie ben je? Ik ben Julia. Ik ben 16 jaar. Ik voetbal zelf ook bij Quick Boys in meisjes onder 19-2. Oké. Okay. En Spelen jullie hoog? Nee. Oh, dat niet, oké. Okay. Doe je voetbal om te presteren of vind je het gewoon echt leuk met de meiden? Leuk, lekker met de meiden. Ja, okay. Ja, nee, zo zijn we ook opgericht. Ja. Ik heb eerst nog 2 jaar bij Katwijk gevoetbald. Ja. En daarna gingen we met allemaal vriendinnen 1 team oprichten. En een paar zijn wel afgevallen en nu zijn we gewoon nog met z'n allen aan het voetballen. Dus. Leuk, leuk. Ja. Jij zit hier niet zomaar, maar je zit hier voor een reden. Ja, klopt. Kan je het wel ongeveer uitleggen vast? Ik zit dus in 5HAVO, dus ja. Ik doe profielwerkstuk. Dat is gewoon iets wat je moet doen in je eindexamenjaar. Ja. En ons onderwerp is dat we gaan onderzoeken of er een kloof is tussen ouders en kind over het gebruik van social media. En ook hoe wij die kunnen... Dat heb ik gewoon af hier kant. En ook hoe wij deze kloof kunnen verminderen. Dus vandaar dat wij hier Een zitten. Kloof? Ja. Weet iemand ongeveer wat ze bedoelen met een kloof? Hé, ik zie jou ineens schudden. Nee, ik heb geen idee. Heeft iemand hier een idee wat we een kloof tussen ouders en jongeren bedoelen? Jesse? Een verschil. Een verschil tussen? Nou, hoe ouders het gebruiken en kinderen. Ja, zoiets. Ja, komt wel in de buurt. Ja? Meer over de meningsverschillen, problemen, ruzies tussen ouders en kind. Ja? En, want ja, wij geloven best dat die er zijn, omdat hun andere generatie zijn. Dus minder kennis zijn hebben. Eigenlijk altijd al. Vanaf vroeger aan heb je altijd problemen. Ja, klopt. Maar die willen wij dus gaan verminderen. Oké. En door social media. Ja. Daarover gesproken. Social media. Gebruik jij veel social media? Ja, in de pauze op school, dan kijk ik wel eens. Oké, okay, en zitten je ouders ook op dezelfde platforms als jij? Ja, eentje. Wat dan? Facebook, oké. Okay. Heb jij dingen thuis wat je zegt dat je ouders misschien jou controleren of iets in de richting? Nee, mijn ouders controleren me niet. Nee, is het gewoon helemaal vrij? Is ook niet nodig, want ik plaats toch niks op Insta. Oh. Ik zit er wel op, maar ik plaats niks op. Ja, dan kom ik toch weer bij Ruben. Ik heb begrepen dat jouw ouders bijvoorbeeld wel af en toe checken wat je op je telefoon gebeurt. Ja. En hoe voelt dat? Of hoe vind jij dat zelf? Nou, ik plaats niks raars of zo, of doe niks raars, dus ik heb er ook geen erg in dat ze doen. Nee, precies. Is er ook een reden waarom ze het doen? Hebben ze het ook aangegeven? Nee, eigenlijk niet. Okay. Weet je het eigenlijk zelf niet. Oké. Okay. Ik zie David daar. Ik moet eerlijk toegeven. Ja. Ik haat bijna Instagram.
Waarom? Ik vind het gewoon niet leuk. Ik zit erop, maar ik vind het gewoon niet leuk. Oh. Ik dacht juist dat Instagram is voor jullie leeftijd. Ja, misschien. Ik zit er nooit op. Ja? Het boeit me voor de rest ook niks. Nee, want je kan ook gewoon niet op Instagram zitten. Wauw, oké, we gaan door. Ja. Ik vind het gewoon leuk. Oké. Ik heb Facebook, ja? Maar ik gebruik alleen voor spelletjes. Dat hoor ik al vaker. Zijn er meer mensen die Instagram niet zo leuk vinden? Dat zie je toch wel, de meesten vinden Instagram wel leuk. Wat doe je zelf, Julia? Het meest? Ja, dat wordt er lastig. Ik denk meest Snapchat en Instagram, ja. Ja? Instagram, gram, ja. Ja, is het Instagram of Instagram? Ja, de ene keer zeg ik Instagram en de andere maar keer Instagram. Maar ik denk die twee wel het meest, ja. 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 Ik weet niet wat er hier links van mij gebeurt. Jullie hebben heel veel lol. Wat er gebeurt er allemaal? Nee, ik zei Instakilo. Omdat zij zijn gram. Ah. Wow. Dat grapje voor woord. Lekker. Hey, wat gebruik jij het meest dan? Ja, ook Insta. Ja, want jij zit hier Insta. Door Insta. Ja, ja. DM. Je hebt maar gedm'd en je wilde hierbij zijn. Ja. Wat vind je tot nu toe hier? Dit is wel leuk. Ah, mooi. Kom je hier nog aan tafel? Nee. Ja, zo. Toch. Oh, nou, let maar op. Julia, dat project, kun je er wat meer over vertellen? Hoe ga je dat inrichten? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, we gaan als eerste een onderzoek doen. En daarbij ondervragen wij door middel van een interview kinderen uit de eerste klas of in groep 8. Ja? Samen met hun ouder. Daar komen resultaten uit. Waar we vragen bijvoorbeeld, word je gecontroleerd? Of wat voor social media apps gebruik je? En nog veel meer vragen. En dan... En dan gaan we dat onderzoeken en dan komen wij uiteindelijk erachter of er een kloof is en hoe wij die gaan verminderen. En dat willen wij gaan doen door een digitaal platform te maken. En wat is een digitaal platform? Nou ja, dan kun je in dit geval denken aan een website die wij willen gaan maken met verschillende video's erop. Zodat ouders meer informatie krijgen over social media. Meer informatie, dus ouders krijgen meer informatie over hoe jongeren de social media gebruiken. Ja. Willen wij jongeren dat wel eigenlijk? Nee. Ja, waarom niet dan? Waarom denk je? Nou, vertel. Nu kunnen we nog dingen geheim houden. Ja. Maar zodra ze dat weten. Ja. Dan wat voor dingen? De memes gaan dan. Oh. Jij weet heel goed welke dingen. En hebben jullie wel situaties thuis waar jullie in denken van... waar jullie een discussie hebben met ouders over het gebruik van je telefoon? Nou, het is niet echt een discussie, maar bijvoorbeeld met Facebook of zo. Dan ziet er iemand dingen zo je vriend worden. Ja. En dan, als ik het echt niet weet wie dat is, ik gebruik het zelf niet, maar als ik het echt niet weet wie het is, dan vraag ik het aan mijn ouders en dan praten we even van die is die en dan... Ja, toevallig, je moeder zit er ook, dus die knikt ja, dus... Mooi man. Dat is mooi. Heb jij je voorbeelden, Julia, van... Misschien heb je al wat onderzocht, heb je al wat voorbeelden waarvan je denkt van... dit zijn dingen waar jongeren momenteel tegenaan lopen, misschien uit eigen praktijk, uit je eigen ervaring? Nou ja, ondertussen, mijn moeder weet wel wat Snapchat, Instagram, stories en zo inhouden. Maar ik denk ook echt wel dat verschilt bij mensen. Zodat mensen, ouders vooral, niet weten waar een kind mee bezig is. En ik heb het nu niet over elke dag 24/7 controleren, dat totaal niet. Maar een ouder zal zich vast wel afvragen van... waarom zit mijn dochter dit met die duckface? Wie stuurt ze die foto's en dat soort dingen? Duckface, dus, is dat nog van deze tijd? Jij doet het sowieso voor mij niet. Nee. Wat zou jij ervan vinden als jouw Instagram gecheckt zou worden? Nou, op zich wel goed. Ik bedoel, mijn ouders die zouden toch wel willen weten van wat doe jij op Instagram? Wat plaatsen? Zou je het erg vinden als zij... Nee? Je hebt niks te doen. Ik snap ze wel. Oké, maar ze doen het niet. Nou, soms. Oh. Soms doen ze het wel. En de appjes, bijvoorbeeld, worden telefoons gecheckt op appjes aan die kant? Nee, niet echt. Maar tijdens het huiswerk bijvoorbeeld mag ik niet mijn telefoon erbij houden, want dan word ik... Dan ga ik dit met mijn telefoon in mijn hand zitten en zo. Ja, waarom komt dat? Ja, gewoon. Je wil gewoon op je telefoon zitten. Ja. En niet aan huiswerk. Ja, dat begrijp ik. Dat is een beetje logisch. Maar is het dan de meldingen die je krijgt? Of ook als je geen melding hebt, pak je dan ook nog je telefoon? Nou, allebei wel. Want als je melding krijgt, dan moet je ook gewoon op je telefoon gaan zitten. Gewoon kijken. Ja. Als je geen melding krijgt, moet je ook gewoon soms even kijken. Ja, precies, inderdaad. Een digitaal platform komt dan in de vorm van een website. En jullie hebben mensen nodig dus die waar jullie een interview mee doen, zodat jullie dat platform kunnen inrichten. Ja, klopt. Hebben jullie genoeg mensen? Nee, dat is iets waar we een beetje tegenaan lopen. Hoe komt dat? Ja,
zelf ken ik niet heel veel mensen die iemand hebben die ongeveer 12 jaar is. Ja? En zelf zijn we ook nog langs de klas geweest op school. En het ging er ook nul vingers in de lucht. Ah. Maar ik weet niet, omdat dat misschien door de druk komt of zo van ik durf niet. Julia, kijk wat we hier hebben zitten. Ze is nog in de klas geweest. Ja. Oh, en waarom heb jij dan je vinger niet Nee, maar ik moest een appje sturen naar de mentor. Ja? Naar heb je dat gedaan? Ja, dat kon ik nog doen, maar hij zou mij eerst appen. En dan kon ik zeggen van, ja, ik kan meedoen, maar ik ga hem misschien vanavond wel appen. Oké, okay, top. Dus, nou, ja, dat hoeft dus niet meer, want dat kunnen we even direct regelen. Ja. Dus, zijn er mensen aan die kant die misschien interesse hebben om met het samen met een ouder een interview af te laten afnemen door Julia? Kijk hoe ja. Daan? Nee. Nee, David? Je moeder zit er al, of ze wilt moeder het? Nee. Moeder zegt ja. En ik zeg nee. Oh, oké. Okay. Maar het is ja, niet erg of zo. Het maakt me inderdaad. Nee, het boeit me niet. Weet je wel? Jullie mogen straks bedenken, want we gaan eigenlijk een paar vragen gaan we straks ook met jouw collega of met jouw klasgenoot gaan doorheen. Ja, want dat wil ik erbij zeggen. Ja. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Ja. Nog samen met die drie meiden, maar... De meiden, hier aan deze kant. Jullie komen vast nog wel zo in beeld. Jij komt straks hier aan tafel zitten. Ja. We houden even over het onderwerp, want ik zie wat anders. Er is een oudejaarsloterij bij de Rijsburgse Boys. Ja. Vertel. Nou, dat is elk jaar zo. Tenminste, dat ik weet. En nu ben ik aan de beurt met mijn team. Oh. En nog een aantal andere meiden. Wat kan je winnen? Weet ik niet. Kijk maar. De eerste prijs is een reischeck te waarde van €1250. Wow. Tweede prijs is een, geen idee wat het is, een headphone te waarde van €500. Ja. En de derde prijs is een espresso machine. Nou, mooi hoor! Lot kost €1, zie ik hier. Ja, en de trekking is 1 januari 2019. Dus koop allemaal jullie loodjes bij Sydney. Ja, toch? Alsjeblieft. Ja. €1 voor een reis van 1250. En nog precies. Ja, ja, maar dan moet je nog En ruim 50 andere prijzen. Oh, nog 500 andere prijzen. Ja. En die reisburg die trekken we zo wel. Sven, heb je nog wat te melden hier? Want, Nee, verder niet. Nee? Ruben, vond je het erg dat ik jou dit soort persoonlijke vragen eigenlijk stelde? Nee, dat hoort er gewoon bij soms, ja, vind ik. Ja. Precies. Vond jij het erg? Want jij zei het net al van ik vind het niet erg. Tot welke leeftijd denk jij dat je ouders nog misschien jouw social media zou checken? Tot welke leeftijd zou jij dat willen? 16, 17, zoiets. Of 15. Zo. Ik denk eerder. Naarmate je ouder wordt, maar... Nou ja, dus oproep naar Ruben's ouders. Tot 15, 16 vind ik wel goed. En dan vind ik het tijd voor een nieuwe tafelronde. En dat doen we zoals altijd op deze manier. 3, 2, 1. Ja, en we zijn weer bij tafelronde 2. En we hebben één keer een andere dame naast me. Wie ben jij? Jasmijn. En ik ben 16. En ik zit nu 5 haven op Pieter. Oké, jij doet ook aan het profielwerkstuk. Ja. Gaan we meteen even naar jouw klasgenoten. Ja, wie zijn jullie dan? Hi, ik ben Smeeta Lamba en ik ben 16 jaar. En ik zit ook in hetzelfde profielwerkstukgroepje. En jij? Ja, ik ben Iris, ik ben ook 16 jaar en ik zit ook in 5 HAVO. Ja, en wat is jullie taakverdeling eigenlijk? Want jij bent wel toch met de prater en wat is jouw taak eigenlijk in de groep? Ja, ik zit al alle puntjes op die een beetje... Oh, dus jij komt later passen. Ja. En jij? Ik maak meestal aantekeningen en zo. En hou alles een beetje bij, proces en zo. Oké. Ja. Leuk. En wat doe jij met een groepje? Nou, ja, eigenlijk doet iedereen wel een beetje hetzelfde natuurlijk. Dus ja. Dus eigenlijk wat iedereen doet. Ja? Gewoon zo. Leuk. Ja. Wij gaan straks met jou wat vragen al doornemen over... Dan kunnen we meteen eigenlijk... Jullie interview kunnen we meteen met de hele groep hier doen. Ja. Jij gaat meteen even dat zo doen. Maar we hebben hier ook nog een andere jongens aan tafel. Ja, je was net al aan bod, maar je mag nu echt voor jezelf voorstellen. Ja, ik ben Finn. Ik ben 12 jaar. Ik woon in Kattek. En ik speel bij Rijnvogels. Jij mag vaker langskomen, want jij praat tenminste duidelijk. Ja. Ja. Hé, en wat heb je gespeeld van het weekend? Ja, 4-3 verloren. Zit je bij Adem in het team? Nee, gelukkig niet. Ik ook niet gedaan. Oh, maar jij verliest ook altijd, dus vandaag. Oeh. En wie ben jij? Ik ben Jesse, ik ben 11, zit 1 VWO Pieter Groen en ik woon in Kattek. Ook in Kattek? Ja. Hey, en voetbal bij Quickboys. Ja, dat is te zien inderdaad. Hey, en wat heeft jou hier gebracht? Nou, ik heb een DM gestuurd via Instagram. Ook een DM. Ik zie, je gaat over Instagram. Is Instagram, denk je, het grootste platform? Ik denk het wel. Ja. Daar wordt nu heel veel gebruik van. En de ouders?
Die meer Facebook, denk ik. Ja, ik kijk weer rechts. Ja, het wordt jagers geknikt. Dus ik denk dat ja, de ouders zitten op Facebook. Hey Aaron, leuk dat je er weer bent. Leuk. Jij hebt een beetje vorige week ook. Ja, dat klopt. Dat is een beetje een standaard ding elke week. Ja. Ene week ben je heel actief en heel gezellig. En de andere week dan is het weer down. Wat had je vorige week eigenlijk? Want zat je een beetje daar zo met je suppen? Nou, ik mocht niet aan tafel zitten van jou. Aaron zit toch ook niet aan tafel? Nou, ja. Ja, nou nu mag jij wel aan tafel, dus ik hoop dat jij wat leuks te vertellen hebt straks. Dus, wat gebruik jij het meest op social media? Instagram. En ik ben hier, Aaron. En check je ouders je? Nee. Oh. Oké. Niek dus, kan je wel ja zitten knikken? Dat is je zus. Nu word je gefilmd, jammer. Jij bent de zus? Ah. Ja. Wordt Aaron gecheckt thuis? Nee, zo zijn mijn ouders niet. Oké. Je bent zelf moeder van twee jonge kinderen, nog geen puber? Nee, gelukkig niet. Nee. Maar over 5 jaar is zover. Denk jij dat jij je kinderen zou... Ik denk dat ik mijn dochter wel moet controleren. Waarom je dochter zo specifiek? Nou, dat is er één. Dus ik denk dat ik die wel mag gaan controleren. Okay. Maar ik ga het nog niet zeggen of ik dat ga doen. Okay, ja, ik vind het zelf ook niet prettig als mijn ouders dat hadden gedaan. Nee, precies. Ik ga het even naar links, want je bent meteen de vader van Jesse blijkbaar. Ja, dat klopt. Ja, leuk. Ja. Hey, jullie controleren Jesse niet. Het is meer een begeleiden van. Controleren vind ik, moet kinderen vrijheid geven. Maar ik vind het heel belangrijk dat je met je kinderen in gesprek gaat over. Oh, precies, ja. Waar liggen grenzen? Waar moeten ze zelf op letten? En dan aan tafel, ja, nakijken niet, maar wel van... Ja. Begrijp je de kloof waar ze het over hebben? Ik begrijp het wel, maar ik vind dat het... kijk, elke generatie heeft wel wat. Ja. En ik vind het gewoon belangrijk dat je kinderen wel de vrijheid geeft. Ja. Maar je houdt soort met aan de ketting. Als ze te ver gaan, dan trekken ze even terug. Ja, precies. Het is gewoon... met wie zijn ze vrienden? Dat hou ik wel mee. Dus jullie houden het gesprek gewoon open? Ja, gewoon open en hij is ook gewoon eerlijk erin. Ah, dat is fijn. En af en toe kijk ik gewoon wie heb hij als vrienden aangesloten. Oké. Okay. Maar jullie hebben niet, je hebt niet ingelogd op zijn Insta, jullie leven niet mee. Oké, okay, nee. Ja, duidelijk. Ik ga toch met de ouders bezig zijn. Dan gaan we gewoon even met de ouders even door. Je bent de moeder van David. Controleer jij David? Soms. En op wat voor manier? Ik check zijn apps. Zeker wat er ook in de klas gezegd wordt af en toe. Want daar gebeuren dingen dat ik denk van... Dus de apps van school, die controleer ik af en toe wel. Want daar worden woorden in gezegd dat ik denk van... Dus dan... Vind je het erg, David? Nee, ik snap het op zich wel. Want er worden ook niet hele nette dingen gezegd. Ja. Ja. En ook niet hele leuke dingen of zo. Ja. En is het dan ook zo dat, dat je actie onderneemt of als er iets is? Ik heb het nu nog bij zijn gelaten. Zo van, nou, doe er wat mee. Ga naar de mentor. Mm-hmm. Maar als ik merk dat het echt uit de hand loopt, dan stap ik zelf naar school. Ja, duidelijk. Ja, inderdaad. En ja, met Facebook doet hij niet heel veel. Nee, Facebook is klaar, hè? Inderdaad. En Insta ook niet echt. Dus hij zit niet echt op social media. Dat is niet... Tot welke leeftijd is het, denk je, dat je met die jongeren kan controleren? Nou, de oudste is 20 bij mij. Dat, ja, die controleer ik niet meer. Nee. Dat is zijn eigen... Ja. Aaron van 16, daar valt ook niet meer te controleren. Probeer ik wel, maar dat is... Oh ja, 17. Hij is 17. 17 gisteren geworden. 17. Ja. Dus ja, dat is ook niet meer te controleren, maar... Dankjewel. Even applaus voor de ouders. Hey, we gaan even naar jou toe. Wat vragen? Oh ja. Voor de jongeren. Dan gaan we het hier meteen eventjes doen, een paar stukjes. Als jij ze opzoekt, ga ik ondertussen even checken. Heb jij nog gespeeld afgelopen zaterdag, ja. Jesse? En? Wij zijn gewonnen tegen Alphense Boys. Nice. En jij speelt in de selectie? Ja. En voelt dat anders dan bijvoorbeeld dan de andere jongeren die niet in de selectie spelen? Ja. Is dat strenger of is dat... Nou, je hebt meer focus, het is minder lacherig en zo. Oké. En hoe vaak moet je trainen? Ik train 4 keer. 4 keer? Waar de tijd vandaan? Hoe kun je hier zitten? En VWO. En VWO doen, ja inderdaad. VWO doen, dit doen. En wauw, vind ik knap. 4 kinderen, ik trainen. Ik zie David weer. Mag ik ook vertellen hoeveel ik gespeeld heb? Jij mag zeker vertellen hoeveel ik. Want zij moest toch haar vragen nog opzoeken. Ja, ik wil het ook vertellen. Nee, jij niet. Iedereen wil interessant. Jawel. Ja, maak een actie, jongen. Mijn team heeft 6-0 gewonnen. Gefeliciteerd. Maar ik, weet je wat? Maar ik mocht zelf niet voetballen met mijn ouders.
Waarom niet? Oh. Maar vertel jij even. Oh jee, oké. Okay. Ja, ga maar, ja, kom maar door. Hij is dinsdag door zijn enkel gegaan. Oh. Dus hij, we hebben in het ziekenhuis gezeten. Ja, oké. Okay. En hoe kon dat? Hoe kon het gebeuren? Nou, de bal werd gespeeld. Wil ik de bal pakken? Toen ging ik door mijn enkel. Pijn, ziekenhuis, voet bijna gebroken, zei ze. Oké. Dat was leuk. Top, Bas dan nog even. Gewonnen met grote cijfers. Nou, wat zijn die grote cijfers dan? Nee, niet zeker. Nee. Ja, kom maar op. 10-1 gewonnen. Niet meer. Gefeliciteerd. Weet je wat we doen? We stoppen dat onderwerp. We doen zich even een rondje ter afsluiting straks. Ja? Ja, doen we een rondje. Iedereen mag het vertellen. Ja, iedereen mag het vertellen. We geven Iris, was het dat? Nee. We geven Jasmijn nog even het woord. Ja, nou de eerste vraag is welke apps je allemaal gebruikt en dan meer social media, zeg maar. Oké, okay, hoe gaan we dit het makkelijkst... Okay, Snapchat, vingers omhoog voor Snapchat. Ja, ik gebruik het heel vaak. Ik gebruik het allebei heel vaak, Insta. Ik gebruik het heel soms. Jeffrey. Gewoon Snapchat, wie gebruikt regelmatig Snapchat? Ik zie... 5 vingers. Mm, nee. Wie gaat het? Ja, oké, ja. Oh, sorry. Ja, 1, ja, okay. 2, 3, 4, 5, oké, okay, laat zeggen 50%. Wie gebruikt, wat was het nou? Instagram? Ja. Vingers, regelmatig Instagram. 100%. Oeh, dat is... ja, ik ook. Dan is alleen moeder van David niet. Dat is gewoon bijna 100%. Je hebt een Instagram-account. Ja, maar het doet er niks mee. Wel, je zult het toch. Dan hebben we Facebook. Wie gebruikt regelmatig Facebook? Ik gebruik Facebook. Dat vind ik interessant. Ik heb het wel. Ik ga even naar die kant, meneer de... Stefan. Jij bent 14 jaar en je gebruikt Facebook. Vertel. Ja, ook soms voor spelletjes, maar ook andere dingen. Zoals hobby's of zo. Zoals hobby's? Ja. Nou, ik ga in mijn pa die is vrachtwagenchauffeur en ik ga soms in de vakantie ga ik wel eens mee. Omdat ik het gewoon heel gezellig ook vind. Oh, en dan zie je ook heel veel content over vrachtwagens op Facebook. Ja, daar is Facebook wel goed voor. Ik ga weer naar die kant op. Ik wil niet even over Facebook hebben. Oh. Maar over Snapchat. Want ik wou net wat zeggen over Snapchat. Ja, kom maar. Ik zit niet meer op Snapchat omdat ik mijn wachtwoord en zo niet meer weet. Oké, dat was heel erg nuttig, maar dankjewel. Maar dan kan je toch gewoon eens wachtwoord vergeten doen. Ja, maar daar heb ik geen zin in. Oké, okay, ja, dat is je eigen fout. Ja, hebben we nog meer platforms eigenlijk? Twitter. Twitter, wie is er nog Twitter? Daan! Ja. En wat doe je op Twitter? Wat volg je graag? Gewoon. YouTube. Ja, YouTube. YouTubers. YouTube filmpjes. Yes, sir. Ik kijk alleen op Twitter hoeveel Quick Boys heeft gespeeld. Oh, maar als ze uitspelen. Oké, op Instagram kijken. Ja. Niet. Oh, doen ze dat niet? Nee, bij Quick Boys zie je alle kansen en zo. Ah, vandaar. Oké, okay. Nee, dat is een goeie. Ah, slim. Hebben we nog meer? WhatsApp? Ja. Wie niet? Het valt mij trouwens wel op, sinds ik voetbalvis doen, dus veel met jonge mensen te maken heb, dat ik dacht dat iedereen WhatsApp, maar ik merk dat jullie liever DM'en. Wie DM't liever dan WhatsApp'en? Soms. Nee, dat is de vraag. Wie? Ja. Wat is DM'en dan, hoor ik? Wie DM't liever dan WhatsApp? Klopt. Je vriend. Toch wel drie. Ja. Het ligt eraan. Want kijk, als ik dan iemand zijn nummer niet heb. En ik heb hem wel op Instagram. Ja, maar jij hebt mijn nummer, maar jij DM't mij ook liever. Dan alsnog. Ja, dat is waar. En waarom is dat? Ja, dan heb je een punt. Omdat ik te lui ben om naar WhatsApp te gaan tikken. Hoe lui ben je dan? Heel erg lui. Het duurt langer om op Instagram te DM'en. Nee. Tuurlijk wel. Echt? Tuurlijk wel. Ah, boeit me niet. Oké, het viel mij inderdaad op. Hè. Wat, hoe doe je dat zelf? Ik app altijd. Je appt altijd? Altijd. Ja, wat is de volgende vraag? Handig. Ja. Wat doe je allemaal op die apps? Oh, ja. We gaan gewoon drie mensen het woord geven. Wat doe jij het meest op Instagram, Finn? Ja, gewoon scrollen, foto's kijken, DM'en en voor de rest. Ja, en wat volg je het liefst? Gewoon vrienden en voetbalclubben vind ik ook wel leuk. Ah ja, precies. Je moet altijd zeggen, ik zie jou nog een beetje, ze willen nog wat zeggen, Luc. Nee. Wat doe jij het liefst op de apps? Hij volgt Insta. Insta, oké, okay, ja. Wat doe jij het meest op de apps? Insta. Ja, wat doe je het liefst op Insta? Wow. Weet niet. Okay. Ja, weet je wel. Filmpjes kijken. Filmpjes? Maar voor andere dingen. Dat was de volgende vraag, volgens mij. Ja, over het controleren, maar dat is wel een beetje... Controleren hebben we al gehad, inderdaad. Ja, inderdaad.
doe een oproep aan iedereen, want we hebben hier nog een paar denk, mensen die nog wel mee willen doen. Ben je al veranderd van gedachten, Daan, voor dat, dat is David, voor dat interviewtje? Ik zei, het boeit me niet. Dus, oh. Maar, ja. Dennis. David wil heel graag. Dat is een... nou, dat ik hoor net dat Luc ook heel graag wil. Ja. Ja, ik hoor het ook. Luc, ja, met je, ja, Luc met je ouders. Riep en ook. Ga jij meedoen met interview met je ouders samen? Nee. Ja, ik ben ook, bro. Hé, voordat we afsluiten, want we gaan nog een rondje snel even doen. Toch nog een vraag voor de ouders. Heb je nog één vraag die eruit springt voor de ouders? Want dat vind ik wel interessant. Gaan we nog naar ouders toe? Of jullie weten wat je allemaal met alle apps kan doen? Natuurlijk weet ik dat. Ja, en de vader van Jesse? Nee. Nee, want u wist niet hoe dat een DM'tje is? Nee, DM'en, nee, ik weet niet wat het is. Oké. Dat is zodat je kan je direct een berichtje sturen via Instagram. Hetzelfde als messaging van Facebook. Ja, oké. Ik heb nog een vraag. Hebben jullie ooit gehoord van Say It? Sorry. Hebben jullie nog iets gehoord van Say It Me? Ja. Ken je dat? Nee. Nee. Kan iemand deze ouders uitleggen wat Say It Me is? Kijk, en dan geef ik Jesse het woord. Nou, heb je bij Insta, kan je bijvoorbeeld een link neerzetten. Ja? En dan kan je anoniem iets zeggen. En dan reageert dan iemand op zijn status bij wat ze Insta. Hey, dus je kan iemand anoniem wat zeggen? Lars. Sven. Ja hoor. Ja. Lars. Stel. Ja, ik vind het gewoon wat zin. Stel even, ons horen Sven niet. We zitten bij Sven. Sorry. Oh. Lepel even. Ik lepel even, kom maar. Doe het even zo. Oh. Hey, nou, doe het zo. Say It Me. Ja, ik vind het gewoon heel dom. Het is gewoon een heel dom platform, om het zo maar even te noemen. En waarom dan? Nou, je kan dus anoniem dingen zeggen. En vooral, in wat ik vooral zie als ik dat soort dingen bekijk, heel veel haat ook. En haat zoals, heeft iemand een voorbeeld van Say It Me? Nou, dat iemand gewoon beledigd wordt en... Ja, dat we mensen belachelijk maken en zo. Zijn er al eens dingen op school gebeurd al met Say It Me problemen? Nee, maar ik zie iemand lachen. Wel op school onder de leerlingen heb ik het wel eens. Ja, heb ik wel eens gehoord wat er gebeurd is, zeg maar. Huh? Maar voor de rest niet echt. Oké, okay. Marnus, ik zie iemand lachen hier. Jij mag dan. Wat wil je vertellen? Nou, ik vind het ten eerste, ik vind het heel dom. Ik had één keer en ze gaan meteen kanker dit, kanker dat en allemaal zulke soort dingen. Want ze weten toch niet wie het is. Ja. En ja, het is gewoon dom. Ja. Ik had voor de grap een beetje, ik word gewoon kapot gescholden. Ik vind het grappig, maar anderen waarschijnlijk niet. Hebben dus ik zou het niet doen. Hebben ze index gevraagd? Nee. Oké, met mij kan. Het houdt dus in dat anoniem wat zeggen. Ja. En ik heb ook wat meegemaakt. Ik volg soms als mensen en ik zag ook wel eens een keer iemand zeggen van... Wat vind je ervan dat je geen tieten hebt? Dat vind ik toch raar. Dat zeg je toch niet? Dat zeg je toch niet tegen iemand? Maar ja. Oké. En dus een oproep aan alle jongeren. Wil je graag meedoen aan het... aan dit interview. Ja, ik kom even niet uit mijn woorden aan. Dan neem dan contact met ons op. DM ons of DM jou. Wat is je Instagram? Jasmijn Ouwand. Ja. Dan gaan we snel het rondje even af. Dan kan meteen die microfoon van Marnix kan meteen bij Sydney beginnen. Vertel even wat je hebt gedaan. Sydney. Wat heb jij gespeeld? Ik heb 0-6 gewonnen tegen Oesgeest. Nou, dan ben ik weer. En ik heb 2-2 gespeeld tegen Dokos. 2-2, moeten we even klappen? Ja. Ik heb 10-1 gewonnen van Noordwijk. Ja, verloren. Wow. 8-0 verloren tegen Lisse. Yeah. Hij mag dikker op. Mooi. Perfect. Oh, nu komt die jongen. Ik en Aaron hebben met cijfers verloren, jongen. Ja. Weet ik veel. Met cijfers. Heel veel dus. Nou, weet ik niet. Hé, maar ik ben wel een paar keer naar jullie wedstrijd geweest, maar dat gaat wel echt steeds slechter met jullie. Ja, nou, weet je wat het is? Er zat zeg maar een goede speler bij ons in het team en die is naar de selectie gegaan. Thijs Jacobs. Dus alles draait om deze speler. Nee, alles draaide. Ja, maar jullie gaan toch wel vaak... Geef hem maar weer door. Nee, maar toen kwamen we in de buurt. Discussies. Wat heb jij gedaan? Ik ben 11-4 gewonnen tegen Graafwinkelvak. Woe, hoor je dat? 11-4 gewonnen. 11-3. 11-3 gewonnen. Applaus voor... Oké. Mensen, het was een bijzondere uitzending. Het was chaos, maar ook weer gestructureerd. En soms weer gestructureerd dan weer chaos. Ik vond het heel gezellig. En zeker leuk dat jullie er ook allemaal waren. En heel veel succes met jullie project. Wanneer moet het klaar zijn?
Februari heeft februari PWS-avond. Dat is dus je eindpresentatie. 6 maart. Dat is 6 maart. Maar je moet daarvoor ook je schriftelijk inleveren. En dat zal ergens in februari moeten zijn. Dus we hebben nog eventjes, maar... Ja, we moeten opschieten inderdaad. Ja. Mensen, ik wil jullie bedanken allemaal voor het komen naar de studio. En ik wil bedanken voor het kijken. Volgende keer hebben we ook weer een zwaar onderwerp volgens mij. Dus kijk volgende week weer. Bedankt.